tijdens een soundcheck is het natuurlijk belangrijk dat de groep iets fatsoenlijk speelt of iets speelt waar we balans mee kunnen maken. Dus een soundcheck wordt langzaamaan opgebouwd. Bijvoorbeeld drum en bas worden samengespeeld. De vocals gaan even samen zingen om de balansen daarin goed te zetten. Daarna, als dat gedaan is, dan gaan ze een nummer spelen. Dus de hele band speelt een nummer. Het beste is dat je niet dadelijk het strafste nummer of het hardste nummer gaat gebruiken, maar dat je het langzaam opbouwt. Met een rustig nummer beginnen en daarna een beetje straffer gaan. Ook als je verschillende instrumenten bespeelt, raak de nummers met die andere instrumenten ook eventjes aan, dat die balansen allemaal juist zijn. En als laatste nummer geef ik u een tip en kunt je best het eerste nummer van de show spelen, zodat de mengtafel klaar is voor de show. Wat gebeurt er nu tijdens een linecheck? Dan wordt eigenlijk iedere micro of ieder instrument waar een micro bij staat, wordt apart ingeregeld. Ieder kanaal stelt een micro voor. Zoals je ziet is dat dus iedere keer hetzelfde. Hè? En iedere micro is dus een kanaal. Wat zijn hier in zo'n kanaal de belangrijkste dingen? Vooraleerst de gain. Met de gain wordt eigenlijk de preamp ingeregeld. De preamp is de eerste versterking van de microfoon. Na de preamp, als die is ingeregeld, dan is uw niveau op een werkbaar niveau. Dus is uw signaal op een werkbaar niveau. En dan gaat het naar de equalizer. In de equalizer kun je uw signaal aanpassen, bewerken. Bijvoorbeeld een beetje lage tonen uithalen, een beetje middentonen bijgeven. Dat hangt er allemaal vanaf. Na de equalizing kan uw signaal afgetakt worden naar verschillende uitgangen. In dit geval heel veel uitgangen op deze mengtafel. Dat noemen we de AUX-uitgangen. AUX'en. Dat is bijvoorbeeld voor effecten aan te sturen of voor in het geval van monitors de monitor mixen in te regelen. Na de AUX'en hebben we de panning. Panning is waar je kunt kiezen om je signaal in uw links-rechts beeld te leggen. En dan natuurlijk de fader, zeer belangrijk om uw level te bepalen. Al die kanalen samen, die worden gemixt naar de mixbus en naar de master. En de master, je hoort het als ik hem luider zet, die gaat naar de boxen toe. Dat is heel snel uitgelegd hoe een mengtafel werkt. Langs de mengtafel hebben we ook nog een hele hoop randapparatuur. Die randapparatuur, dat kunnen effecten zijn. Dus om een galm of een delay op een bepaalde bronnen te zetten. Maar het kan ook een compressor zijn of een gate. Een compressor waarmee het signaal, de dynamiek van het signaal wordt verkleind. Of een gate, Engelse voor poort, die dus het signaal gaat tegenhouden en op bepaalde momenten gaat doorlaten. Effecten die het meest gebruikt worden zijn galmen. Een galm is voor een stem of een instrument een beetje mooier te doen klinken. In dit geval mijn stem. Bijvoorbeeld een beetje galm. Of zo'n galm. Zo'n galm, dat is een galm die gestopt wordt. Ha. Of een delay. Een delay. Een delay. Een delay. Een lange delay. Of een heel korte delay. Voilà. Eigenlijk dient het alleen maar voor die geluidstechniekers om een beetje te kunnen spelen. Anders vervelen ze zich. We'll be right back.
natuurlijk, iedere band wil zijn eigen sound maken. En natuurlijk moet die sound ook gehoord worden door het publiek. Daarvoor heb je ook iemand nodig die dat in de zaal overbrengt naar de mensen, die sound. En als je je eigen geluidstechnieker hebt, dan gaat, gaat dat ook veel makkelijker zijn. Omdat die weet, die kent jullie, die weet wat je wilt, die kan met u praten, die is eigenlijk een deel van de band. En dus ja, de eigen technieker gaat u zeker helpen om die dingen over te brengen. Aan de andere kant, als je een vindt die gratis is, een goeie, dan moet je hem zeker houden. Maar dat brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Dat is niet te vermijden. Jonge bands, heel jonge bands die pas beginnen, die gaan dikwijls een vriendje of iemand die een beetje met geluid bezig is als technieker meenemen. Er zijn ook veel techniekers die mee opgegroeid zijn met een band tot heel grote geluidsmixers. Dus ja, zeker en vast is dat een goed idee. En als je dan een beetje groter wordt en je wat meer optredens en gaat op wat grotere podia spelen, dan kun je ook eens denken aan een monitortechnieker. Die gaat u dan weer kunnen helpen met uw klank op podium. En als je dan nog wat groter wordt, dan kun je ook een lichtman meenemen. En een videoman en een pyroflashman en alles wat je wilt en een heel entourage. Het enige wat belangrijk is, is dat je maar ziet dat je die mensen kunt gebruiken en dat die u een meerwaarde geven. Dat is belangrijk. Je moet niet mensen meenemen om sterk uit de hoek te komen. Nee, nee. Je moet mensen meepakken als het een meerwaarde is. En dan kun je, weet je, dan betaalt je ook voor die meerwaarde. En dan heb je daar ook iets aan.